Mitje van der Gaag, 0-3 verloren van Ajax. Met wat voor gevoel sta je dan hier? Nederlaag nooit met een goed gevoel. Als ik kijk naar de eerste helft, dan denk ik als ze met 1-0 achterkomen, dan denk ik ja, dat is heel zuur. Voor wat we hebben, zeker verdedigend hebben laten zien als team zijn. Ik denk dat Ajax geen kans gehad heeft. Ajax bewust aan de bal gelaten. Iets anders gespeeld dan gebruikelijk. In het begin nog een beetje onwennig, maar dat is ook logisch. Na een paar minuten, na 5 minuten, 10 minuten gooiden we de schroom van ons af. We kwamen in de duels, hadden we ook gezegd van tevoren, laat het niet gebeuren. Kom in duels, ga niet op 2 meter staan. Maak het ze moeilijk, wees irritant. Nou, dat deden we. Een paar uitvallen, waar in ieder geval de ruimte die we hadden om te kunnen bespelen. Een goede uitval met Daan, die eventueel misschien wel de bal even centraal had kunnen geven op Mitchell in plaats van op Mika. Dus je zag het team wel groeien, meer vertrouwen krijgen, samenwerken. Dus ik vond het de eerste helft qua organisatie was prima. De debutanten is altijd weer afwachten, ook voor hunzelf natuurlijk. Spelen tegen Ajax, 20.000 mensen, dus veel aandacht. Nou, Jetro en Daan hebben dat prima gedaan. Ja, en dan ga je met 1-0 rusten. Ja, en dan wat ga je doen? Hè? Dus we wilden in principe dezelfde dingen blijven doen. Ja, dan zie je eigenlijk al gebeuren dat we er gelijk naar rusten die bal op de paal krijgen. Nou, dan hoop je in ieder geval dat het een incident is. Nou, dan wordt het 2-0. Een geweldige goal overigens. Ja, en dan zag je het team van het ene gedeelte wilde naar voren en de andere bleef achter. Ja, dan moet je dan als team een keuze maken. Het liefst wil je dan met z'n allen naar voren. Hebben we ook geprobeerd, maar af en toe kwam Ajax er makkelijk doorheen. Nou, in ieder geval compact op eigen helft zijn blijven staan. Af en toe lijkt dat dan passief, maar ik vind wel dat je daarin een keuze moet maken. Want als je het helemaal open gooit dan tegen Ajax, dan weet je wat er kan gebeuren. Ja, dan hoop je dat je in ieder geval nog een uitbraak gaat krijgen. En we hebben 2 hele goede kansen gehad. Kopbal van Mitchell een kwartier voor tijd. Als zo'n bal erin gaat, 100% kans. Daarna ook met Mitchell dat schot, 100% kans. Ja, dan kun je in ieder geval misschien nog de laatste fase, het publiek dan nog helemaal erachter krijgen. Om dan in ieder geval de risico's te nemen. Dan krijgen we nog 3-0 tegen. Dat is net even te veel van het goede voor het gevoel. Alleen je verliest hem uiteindelijk toch. Maar ik denk dat positief dat de jonge jongens een kans hebben gepakt en hebben laten zien wat hun kwaliteiten zijn. En dat we als team, zeker de eerste helft, bij elkaar zijn gebleven. Dat we voor elkaar bereid waren. Dat we het niet hebben laten gebeuren, zoals bijvoorbeeld de tweede helft tegen Emmen. Is het zeker voor jezelf, voor wat je erin gooit. Die 1-0 uit de cornerbal natuurlijk, is dan natuurlijk al gelijk een breekpunt. Om even te beginnen met het nieuwe systeem. Je speelt nu met 5 verdedigers. Je zegt al, na 10 minuten gooi je de schroom van ons af, ging goed. Is het nou iets wat je puur voor Ajax hebt gedaan? Of zeg je, dit is best wel iets wat we tot de winst op kunnen gaan doen? Omdat het begint toch bij geen tegendoelpunt te krijgen. Als dat in ieder geval lukt, dan haal je in ieder geval wat puntjes nog. Nou goed, het gaat ook om scoren natuurlijk. Hè. We zijn natuurlijk een tijdje bezig. Hè. De voorbereiding nemen we daar ook in mee. En we hebben vorige week besloten tegen Zulte van misschien moeten we eens anders gaan spelen. Nou, dat hebben we eigenlijk besloten om dat toch te doen op het laatste moment. En dat ging eigenlijk goed. Ik weet dat het een oefenwedstrijd is. Het is altijd lastig om te kijken, om daar doorheen te kijken. Maar goed, als je naar onze oefenwedstrijden kijkt, zeker in de voorbereiding, hebben we daar niet altijd goed resultaat gehaald. We krijgen geen goal tegen bij Zulte. We hebben 1 kans weggegeven. En nogmaals, voor wat het waard is. Nou, en daar ga je op voortbeduren. Je krijgt de feedback van de spelers. En daar zijn we deze week op verder gegaan. We hebben ook naar Ajax gekeken. Aan de ene kant kun je zeggen, moet je aanpassen? Of moet je op dezelfde manier blijven spelen? Achteraf is altijd die keuze makkelijk. Hè? Dat is makkelijk te analyseren. Maar ik vind dat we... De spelers stonden er open voor deze week. We vonden het als technische staf ook goed gaan. Nou, ik denk dat de eerste helft dat ook heeft laten zien. En voor volgende week? Het is 2 kanten. Kant op, in ieder geval dat je ook op een andere manier kunt spelen. En dat hoeft niet altijd nog verdedigender te zijn dan dat het lijkt. Hè. Als je met uitvallen eruit kan komen en ook gedaan hebben, dan krijgen sowieso veel mensen voorin mee. Dus het is in ieder geval het bekijken waard. Dan even naar de debutanten. Daan Klomp die zijn Eredivisie debuut maakt. En dan Jetro Mazat die überhaupt voor het eerst bij de selectie zit en gelijk speelt. Jetro maakt een eigen doelpunt. Dat zal niemand hem kwalijk nemen, denk ik. Ik denk dat zij ook wel terug kunnen kijken op een meer dan prima debuut. Ja, dat is kijk,
daar wordt Jeter ook een grote kerel van. Hè. Dat zijn dingen die gebeuren. Dat zijn dingen die niemand expres doet. Dus altijd even afwachten. Maar die jongens hebben kwaliteit getoond. Jeter hebben we vorige week meegenomen. Heeft op die positie gespeeld. Heeft een goede indruk achtergelaten. We kennen hem natuurlijk al. Heeft een voorbereiding meegedaan. Ja, we zijn niet helemaal tevreden over die linksback positie. Nou ja, dan moet je ook jongens een kans geven die de kwaliteit hebben. Ondanks hun leeftijd. Nou, dat heeft hij laten zien vandaag. En voor Daan die kennen de mensen wat beter. Die heeft natuurlijk al tegen RKC gespeeld. Heeft al momenten gehad dat we dachten van we stellen hem op. Maar toen was hij geblesseerd. En zeker omdat je een ander systeem speelt. En je hebt nog een aantal jongens geblesseerd op die positie. Komt Daan in de buurt. Op die positie terecht. Vorige week tegen Zulte al een van de betere spelers. Nou ja, dan moet je ook zo'n jongen de kans geven. Want als ze het laten zien, waarom niet? En ik denk zeker toen met het duel met Tadić. Ja, dan kwam hij erin. Want het was lastig. Spelen, kiezen, twijfelen, moet ik door, moet ik niet door? Nou, nee, ik vind dat Daan ook een prima wedstrijd gespeeld heeft. Hij trekt zijn been niet terug, nee. Nee, maar goed, dat zeg ik ook. Je moet van tevoren hebben die wedstrijd besproken. Hè. Je speelt tegen Ajax. Iedereen zegt samen met PSV veruit de beste teams in Nederland. Scoren makkelijk. Je kijkt naar het resultaat van vorige week tegen Excelsior 1-7. Dan moeten ze naar ons toe komen. Dan denkt iedereen ook gelijk naar vorig seizoen. Nou, dat zijn dingen die je wel meeneemt. Dus ja, niet gewillig naar de slagbank laten leiden. En we hebben ook gezegd, zeker zo'n eerste gedeelte van een wedstrijd, en dat zegt iedereen, dat weet ik ook wel, moet je doorkomen. En dat betekent dat je dingen moet doen die niet normaal zijn. Je komt af en toe op een andere positie terecht. En je moet voor het team er staan, je keeper moet ballen pakken. Nou, dat hoeft hij eigenlijk nog helemaal niet te doen. En je moet in duel komen. En je moet vervelend zijn. En je moet ervoor zorgen dat de spelers van Ajax geïrriteerd raken. Nou, en ik vind dat we dat wel gedaan hebben. Een duel komen, het randje opzoeken, tot waar de scheidsrechter het toe laat. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben geprobeerd, en zeker de eerste helft is dat gelukt. Dat Ajax dan geïrriteerd raakt, dat het tempo laag blijft. Nou, en dat hebben we de eerste helft prima gedaan. Ik snap dat je niet direct in de rust zegt met 1-0 achter, hey, we gooien een extra aanvaller erbij of een verdediger eruit. Nu kan ik me wel voorstellen dat bijvoorbeeld veel supporters hebben nadat die 2-0 erin gaat van ja, wissel dan even net wat eerder een Van Hooijdonk, want die krijgt altijd maar 5-6 minuutjes. Kan je eens uitleggen waarom je dat dan op dat moment niet doet? Want ja, ze willen dat dan, hier hebben ze dan liever dat ze 0-4 verliezen en nog het aanvallende spel zien, dan dat het bij 0-2 blijft met verdedigingsspel. Nee, dat is ook heel goed te begrijpen. Aan de andere kant moet het te begrijpen zijn van onze kant. Van als we de poort opengooien, het doelsaldo is voor ons ook belangrijk. Dus dat zijn wel dingen. Kijk, we hebben twee goede kansen gehad met de uitbraken die we hadden. Af en toe hebben we naar voren gespeeld. Ja, dan is dat nog makkelijker te doen. Daarna hebben we dat op het einde gedaan. Dan ga je met 4 achterop spelen. Ja, ik snap de discussie. Aan de andere kant hebben wij ook met andere dingen te maken. En daar hebben we op dit moment aan gedacht. Het team bij elkaar te houden en dan niet de poort open te gooien. Laatste vraag. Je hebt natuurlijk nu een nieuw technisch hart. En die zijn natuurlijk op zoek naar nieuwe spelers. Kan je daar al iets over zeggen? Ben je al op specifieke spelers aan het bekijken op dit moment? We krijgen heel veel spelers binnen. We praten eens in de week. Dus voor mijn functie verandert er niet zo heel veel aan. Dus dat blijft hetzelfde. En we zijn bezig met een lijst te maken. We kijken naar posities die wij willen versterken. Of in ieder geval waarvan we denken, vandaar, daar hebben we versterking nodig. En daar praten we over. Nou, de rolverdeling is duidelijk. Dat is naar buiten gekomen. En dan gaan we kijken of we daar spelers bij kunnen krijgen. Nou, dat is af en toe makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat er veel dingen bij komen kijken. Maar dat is op dit moment de stand van zaken. Ik hoor het al, nog geen nieuws voor de media, maar achter de schermen gebeurt genoeg. Achter de schermen, ik heb ook, als ik iets definitiefs had kunnen zeggen, dan had ik het zeker gezegd. Want dat is altijd een goed teken, maar we zijn er druk mee bezig, dus dat is duidelijk. Succes volgende week. Dankjewel.